En ik heb een masterclass gegeven over sociale psychologie voor hbo-docenten die het boek Sociale Psychologie gebruiken of overwegen te gebruiken. Ik vond de presentatie van Roos Vonk verrassend leuk. Roos kan goed presenteren, kan boeiend vertellen en is ook goed in de interactie. Ze heeft bewezen, net zoals ze dat ook met haar boek heeft gedaan, dat ze op een heel toegankelijke manier moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt. En ze liet echt mensen ook wel met haar in discussie gaan. En dat maakt het toch ook wel leuk als andere mensen durfden vragen stellen. En dat maakt ook weer dat ik meer vragen durf te stellen. En dat heeft mij als docent ook wel weer wat meegegeven. Ja, dat was heel leuk. Normaal dan, als ik onderwijs geef over sociale psychologie, is het aan studenten. En nu was het onderwijs aan docenten die zelf dat vak geven. En dat is wel leuk en bijzonder, omdat zij sowieso veel actiever zijn, veel mondiger. Dus ook dat er veel meer interactie ontstond en discussie. Dat ze ook allemaal meningen hebben over dingen. Ik zou dit boek wel heel graag willen gebruiken met mijn les. Ik heb er even net in gebladerd, maar het is heel goed leesbaar. Het is interessant, want je herkent er van alles in. Ik zou het boek van Roos zelf zeker wel willen gaan lezen, omdat ik heb gemerkt dat zij ontzettend toegankelijk vertelt. Dus ik neem aan dat ze dat in haar boek ook heeft gedaan. Ze heeft dat zelf ook wel benoemd als kwaliteit. Ik denk dat dit boek net iets dieper gaat dan veel andere boeken. En tegelijkertijd wel heel toegankelijk is voor de doorsnee student.